Het ministerie van Binnenlandse Zaken die heeft er vandaag een informatiesessie gehouden voor journalisten. En dat allemaal op weg naar de verkiezingen van 2020. Waarom deze informatiesessie? Daarover spraken wij met Putri Devi Amatsumarto, directeur bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Zij geeft aan waarom deze dag georganiseerd is geworden. Verder spraken wij met collega-journalist Naomi Hoefer van De Ware Tijd om aan haar te vragen hoe zij deze informatiesessie heeft ervaren. Vandaag een informatiebijeenkomst met de overheid, maar in het bijzonder met mediawerkers. Waarom? Het is namelijk zo dat de mediahuizen eigenlijk ook een belangrijke rol hebben in het geheel van verkiezings- en voorbereiding van de verkiezingswerkzaamheden. Het is belangrijk dat de gemeenschap in elk geval de juiste vertaalslag krijgt en dat geschiet dan ook via de mediahuizen. Los van het feit dat zelf het ministerie van Binnenlandse Zaken hun eigen voorlichting heeft, het is wel van belang dat alle mediahuizen dezelfde informatie geven die wij geven via onze communicatie, voorlichting als dienst en dat zij dan ook de juiste vertaalslag geven. Wat is vandaag dan aan de orde geweest voor de media? Aan de orde geweest zijn de volgende punten. De verkiezingswerkzaamheden binnen het ministerie, de werkstructuur die we eigenlijk handhaven. Twee andere thema's die we eigenlijk extra hebben benadrukt zijn de ID-kaarten, de nieuwe ID-kaarten die nu in productie zijn. En ook natuurlijk de voorlopige ter inzagelegging die we straks voor de deur hebben. En ook de kiezerslijsten. In elk geval de burgeradministratie, de burgereducatie die de burgers, als het gaat om verhuizingen, dat sowieso de burgers CBB moet raadplegen en in kennis stellen dat ze zijn verhuisd, zodat ze in 2020 dan hun oproepingskaarten mogen krijgen. En wat is dan de rol van de media daarbinnen, de twee aspecten die u daar net opnoemde? Nou, de rol van de media is zoals wat ik eerder heb aangegeven, dus dat ze de voorlichting naar de gemeenschap toe, als het gaat om hun burgeradministratieve zaken, alvast in orde maken. Ja. En zal het blijven bij deze ene bijeenkomst? Nee, het zal niet blijven bij deze ene bijeenkomst. We willen de communicatiestructuren met de mediahuizen in elk geval versterken. We zijn natuurlijk open. We willen open communicatie hebben met de media. Het doel dat we eigenlijk nastreven, dat alle kiesgerechtigden die er gaan zijn, of die er zijn voor 2020, de maximale participatie ervan te kunnen bereiken. En hoe lopen de voorbereidingen tot nu toe op naar de verkiezingen? De voorbereidingen zijn nu al, we zijn nu in de pre-electorale fase en we zijn nu driftdoende om in elk geval de burgeradministratieve zaken, vooral als het gaat om het binnenland ook, aan de man daar te brengen. U weet, onze binnenlandbewoners die maken zoveel kosten om in de stad naar Paramaribo af te reizen. Nu hebben we bijvoorbeeld de missies die naar het binnenland gaan om de burgers dan in de ruimte te geven om het te mogen doen. Intern zijn de werkgroepen bezig om hun werkzaamheden ook voor te bereiden. Dus het gaat. En u zei het al, dit is met name voor de media wat jullie vandaag georganiseerd hebben. Wat vond u van hun participatie? De participatie, er is wel een lijst van genodigden waarbij we de uitnodigingen de deur uit hebben gestuurd. Maar ik heb wel gemerkt dat waarschijnlijk door vanwege omstandigheden de participatie een beetje laag is geweest, maar desondanks hebben we de informatie die wij willen verstrekken als verkiezingsorganisatie wel gedeeld met degenen die er hier zijn. Het is ook de bedoeling om bepaalde zaken met hun te delen, zodat het de gemeenschap in elk geval bereikt, ook via de mediahuizen. Naomi Hoefer van De Ware Tijd, journalist. Jij hebt ook geparticipeerd aan de informatiesessie vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken. Wat vond je zelf ervan? Het was een heel informatieve en leerrijke sessie.
De journalisten zijn zo'n beetje gewezen op van waarop je moet letten bij het verslaan van de verkiezingen en hoe de samenwerking tussen de verschillende mediahuizen en het ministerie verbeterd kan worden op weg naar de verkiezingen. Ja. Is dus dit nodig op naar de verkiezingen, dat dit toch wel herhaald wordt? Zeer zeker, want we merken van dat we bij elke verkiezingen veranderen er dingen. Dus het is goed als de media up-to-date blijft met wat er verandert en hoe je beter verslag kan doen op weg naar de verkiezingen. Wat was met name, of wat was bijvoorbeeld vandaag een eye-opener voor je? Van wat vandaag een eye-opener is geweest, is van een van de presentaties bleek van waarop er wordt gelet, wanneer wordt een stembiljet ongeldig verklaard. Dat een biljet met een vlekje wordt ook kan door de stembureauvoorzitter ongeldig worden verklaard. En met een vlekje wordt bedoeld, niet een krasje misschien, er is inkt op dat biljet gelekt, dan wordt het door de stembureauvoorzitter als ongeldig verklaard. Ja. En wat vind je zelf van de periode voor journalisten op naar de verkiezingen? Is het een vrij intensieve periode voor hun, vrij zware periode voor hun? Ja, soms is het intensief, vooral als die bezetting op de redacties minder is, dan is het wel vrij intensief. Ja. Ja. En wat is het huiswerk dan dat jullie hebben meegehad? Onze huiswerk is om zo, zal ik het zeggen, zo secuur mogelijk, zo goed mogelijk de verkiezingen te veranderen, zodat de samenleving, eigenlijk de bijeenkomst is bedoeld dat we dusdanig verslag doen dat de burgerij daadwerkelijk op 25 mei gaat stemmen. Maar hoe is nu de informatievoorziening vanuit de desbetreffende instanties naar de mediahuizen toe? Ja, het gaat nog wel stroefjes en dat heeft de voorzitter van de SVU ook gezegd, van dat de informatie vanuit het ministerie en ook de verschillende instanties een beetje stroefje verloopt, maar ik denk dat na vandaag dat het verbeterd zal worden. Maar wat zou de journalisten zelf veel meer moeten doen om zelf aan informatie te komen? Ja, wat zou je meer als journalist moeten doen? Dus, als je iemand belt die de informatie moet geven en je kan die persoon misschien niet bereiken of die persoon is niet bereid, dan kan je niet veel doen, denk ik zo.